Dag van gezel Dick Stoppels, mevrouw Kampen en mevrouw Werkman naar dorpsgenote Mart de Reuling in Uithuizen. Daar drinken ze koffie in Martens prachtige tuin en nemen ze een kijkje in haar atelier. Joehoe! Hallo! Hey, goedemorgen! Goedemorgen! Dick Stoppels! Adriana Werkman! Adriana Werkman, wat mooi naam! Je bent nog druk aan het puzzelen? Ja. Goed. Maar we gaan vandaag een afspraak. We gaan nog een kunstenaar. Oh. Kunstenares hier in Roezen. Mart de Reuling. En ik heb zo in mijn vuurdeur, daar hebben jullie allemaal kunst aan. Dus je bent wel een beetje... Dat is niet van mij, dat is van mijn man. Maar goed, je vindt het wel leuk? Jawel. Nou, dan gaan we nou vandaag kijken bij iemand die een grote schilderij maakt. Gooi je mee? Ja, gooi met. Zal ik je mijn jas helpen? Ja, dat houdt dat toch. Het is nog wel in nodig, hè? Ja, is nodig. Ja. Joe! Joe, kom mevrouw Kampen. Joe, ben mevrouw Kampen. Joe, gewoon vandaag met ons meer. Dat was een bedoeling. Hartstikke leuk. We gaan een kunstenoord houden. En ik heb al even zo, ja, je hebt misschien hier ook al wat kunst aan de muur. Is dat van jezelf of? Nee, joh, dat maak ik zelf in een boekje. Je maakt zelf? Het is seniorenkleurenboek. Dat is jouw kunst? Dat is mijn kunst. Nou, hartstikke mooi. Dus dan ga ik mijn kunstenoord een kunstenoord houden. Ja, zo is het. Maar het had wel goud komen. Ja. Gooi je met? Ja, dat was wel de bedoeling, hè. Dan gooi je weer aan, of om? Goed, moet je aan? Het is mooi weer. Ja. Hallo, ik ben Mart de Reuling. Ik woon hier op deze heerlijke Boukema-heerd met Adrienne en Alissa, Morien en Wanda Werner. En ik ben beeldend kunstenaar. Ik maak grote beelden, kleine beelden, portretten, heel veel portretten, schilderijen. En we wonen hier, zoals jullie kunnen zien, heel heerlijk. Ja, wij zijn hier gekomen omdat we hadden in Weesp, vlakbij Amsterdam, een heel groot atelier. Maar daar betaalden we ontzettend veel huur. En toen dacht Henk, de man van de familie hier, die dacht we gaan iets anders zoeken. En die kwam hier in Noord-Groningen, zag hij al die enorme boerderijen, wat bijna de grootste van Nederland. Ja. En toen dacht hij, nou, dan doen we dat. Of dan gaan we naartoe. En hij las door Alissa, hoorde hij dat er wat je hier kon kopen, zo'n soort pand, kon je kopen voor wat wij 2 of 3 jaar huur betaalden. Ja. En we hadden al 10 jaar verwoond. Dus het was voor ons gehuurd. Dus het was heel aantrekkelijk om... Ja. En toen ben ik hier naartoe gegaan. Iedere keer als ik een middagje vrij had, reisde ik naar Groningen. En dan ging ik hier bij die boerderijen, als er een bordje stond knollen te koop, dan ging ik er naartoe. Want bij dit soort panden zet niemand het bordje te koop bij. Nee. Alleen bij gewone woonhuizen zie je dat soort bordjes. Maar niet met dit, want het gaat allemaal ondershands of weet niet hoe dat gaat. En dus vroeg ik bij de mensen die knollen te kopen, kocht ik ook knollen, zakken aardappels en nou, weet ik wel allemaal. En dan zei ik, is er hier in de buurt nog wat te koop, dat jullie weten. Nou, zo kwam ik van de ene plek naar de andere. Jullie gelijk mee om hier tussen de Groningers te wonen? Nou, we werden zo ontzettend aardig ontvangen. Iedereen was heel hartelijk. En bij wijze van spreken stonden bloemen bij de deur, van welkom en zo. Echt heel hartelijk. En de Groningers zeggen het van zichzelf.
En ik roep altijd, ik moet de eerste stugge Groninger nu nog tegenkomen. Ja, ja. En heeft u altijd in Groningen gewoond? Of ja, hoor, ook in Port? Ja, ik ben in Utrecht geboren. Oh, ja. Daar heb ik 80 jaar gewoond, ben geboren en getogen. En toen ben ik naar Hunsrohier gegaan. Zie je hier altijd in het noorden blijven wonen? Of? Nou, omdat Henk, ik heb hier op alle hoeken van de, achter iedere boom verwacht ik Henk terug op een gegeven moment. Die is dood. En dat vind ik zo vreselijk. En hier zie ik, denk ik, nou, hij komt er bijna aan. Weet je wel? Dan komt hij zo. Dat gevoel heb ik hier. Gedaan, en dat vind ik prettig. Dus als ik het even uit kan houden, blijf ik hier. Trouwens, u vindt hier heerlijk. Dus hij is toch nog behoorlijk aanwezig voor jou? Voor mij heel erg, ja. Ja. In alles van, ja, hier zelfs op de rand van de vijver. Ja, en wat we allemaal gedaan hebben samen in die tuin en... Ja, dat verwacht je maar zo niet. Nee, dat zit allemaal nog in mijn hoofd. Ja. Is hij hier begraven of gecremeerd hier in het noorden? Of, gecremeerd, ja. Gecremeerd, ja. Hij staat binnen. Ja. Dus letterlijk aanwezig, maar ja, ook geestelijk. Ja, voor mij is hij er heel erg, ja. Ja. Je hebt heel veel mensen geschilderd, hè? Onze voormalige koningin, hè? Nu prinses Beatrix. Ja, ik heb heel veel portretten gemaakt. Ik ben nu ook weer met een portret bezig van een moeder met een kindje. Echt een Madonna noem ik het. Ja. Gaan we die mensen dan hier? Als prinses Beatrix? Die dan nee, daar ben ik naar haar geweest. Maar meestal komen mensen hier. Ja. En dan maak ik een hele berg foto's en krijgen ze een heerlijke lunch van Alissa. Want die kan ontzettend lekker koken. Onder andere dat. En dan zit ik zo ondertussen heel erg te bekijken. Dat noem ik dan mijn portretogen. Of mijn tekenogen. Want dan kijk ik heel anders dan dat ik gewoon gezellig zit te kijken. Maar dan ga ik plas heel erg van hoe zit het met dat oorlelletje. En hoe zit het met die neusvleugel. En dan dat samen met die foto's. Dat, dan, die strooi ik door mijn atelier. En op een gegeven moment begin ik en dan... krijgen ze het pas te zien als ik het zelf goed vind. Deze ruimte is de reden waarom we het hier gekocht hebben. Vanwege deze prachtige schuren. Ik noem het nou de hal, maar het zijn natuurlijk gewoon schuren. Ja. Werkt je hier dan ook? Ja, als ik bijvoorbeeld zo'n groot beeld wat in Harderwijk staat, dat maken we, dan beginnen we daar achter dat portret van Henk, dus helemaal aan de achterkant, en dan werken we deze kant op. Hoe groter het beeld, hoe meer we deze kant op komen. Ja. Maar mijn schilderwerk doe ik daar, achter die wand. Achter die wand, En daar laat ik nooit iemand binnen. Dat is mijn eigen privé... plek. Trouwens, dit zijn schilderijen van mijn vader. Dat ben ik toen ik 6 was, dat meisje daar. Oké. En die duifjes, dat is... Ja, hier zie je heel veel duifjes van jou. Ja. Uithuizenstase. Dingewals. Dingewalstase. Is dat een typische Marten Reuning dingetje? Zoals absoluut. Nee, meteen al vanaf het begin. Want daar staat er ook nog één in het goud. Ik wil dat die dingen de wereld overgaan. En inmiddels is het ook gelukt. Er staat er een in Moskou, er staat er een in, ergens in Madrid, geloof ik. En het idee van de vredesduif dan? Ja, klein goud vredesduif. En hier zijn de portretten van Henk. Daar heb ik er 64 van gemaakt. En er zijn er 56 van overgebleven, want sommige mislukten. En dit zijn er maar een paar, want de rest hebben we in opslag. En waarom zo groot? Ik vind het zo indrukwekkend. Ze zijn ook juist wat je er zelf bij voelde, dat past niet op een klein doekje. Ja, toen ik hem pas kende, heb ik kleine doekjes van hem gemaakt. Daar hangt er daar nog eentje van. Maar hij moest op een groot doek, grote man, of grootse man. Heerlijk mensen om te schilderen. Want de ene dag had hij een kale kop en de andere dag liet hij het weer groeien. En dan bleekte hij het. En dan, nou, van alles en nog wat. Er was altijd wel wat aan hem te beleven.
En ik vind soms dat haar en zo, dat vind ik zo leuk dat je dat met allerhande kleuren doet. Ja, ja, maar dat had hij ook. Hij had het echt zo. Dan, ja? Hij was van zichzelf heel donker. En dan bleekte hij het. Ja, leuk hoor. Er was altijd wel wat met hem. Maar dat was ook zo leuk. Een geweldige man, geweldige man. Ja. Hij vond het zelf ook wel goed dat hij geschilderd wordt. Dat weet hij niet, want ik ben 9 dagen na zijn dood begonnen. Oh, heeft het nooit gezien. Deze? Nee, deze niet, maar je hebt toch van tevoren wel eens iets van hem geschilderd? Ja, ja. Maar dan wou hij niet poseren. En ik werkte toen nog niet met foto's. Dus toen heb ik een serie gemaakt, maar die zijn eigenlijk verwaterd omdat hij niet meer wou poseren. Deze verkoop je? Zou je die verkopen? Als er een goede plek voor is, wel. Maar ik entameer het niet. En dat zijn natuurlijk mijn eigen gekweekte tomaten. Hè? Want ik heb hele fantastische tomatensoorten. Ja, is... Hele oude rassen van 1865 of zoiets. En ik heb ooit uit China 4 zaadjes meegenomen, stiekem, zo in mijn zak. En die heb ik gezaaid en heb ik Hank's China Pink genoemd. En die heb ik nu ook in de kast staan, die heb ik al jaren. Iedere keer win ik weer zaad. Ja. Bij mij is een tomaat. Okay. Hebben jullie nog vragen? Nee hoor, ik heb gezien. Hoe je moet verven. Ik heb wel wat opgedaan. Ik zie wel iets dat ik denk, hey, zo moet dat. Gek is dat. Leuk. Nee, waar moet daar nou toch mee? Nee. Maar nou zie ik het wel. En wat vond jij ervan? Ik vond het ontzettend gezellig en leuk om de dames te ontmoeten. Gezellig met gepraat. Zullen we dan lekker nog een kopje koffie gaan drinken? Prima. In de zon. Doen we dat. Leuk om jullie ontmoeten. Heel erg gezellig. Ja,